Het binnenvaarttankschip Stolt-Rom, met een lengte van 108 meter, is gebouwd in 1973. Het schip is een dubbelwandige chemicaliëntanker en heeft 10 gesloten geïntegreerde ladingtanks. De 5 ladingtanks aan stuurboordzijde zijn door middel van een middellang schot met een damwandprofiel gescheiden van 5 ladingtanks aan bakboordzijde. Diepwelpompen staan opgesteld in de 5 ladingtanks aan stuurboordzijde. De ladingtanks staan permanent door middel van een afsluiter in verbinding met de ladingtanks aan bakboordzijde. Het schip is geladen met circa 720 ton ethanol en 1100 ton ethylacetaat. Het ethanol is geladen in ladingtanks 2 en 4. Het ethylacetaat is geladen in de ladingtanks 1, 3 en 5. Deze reconstructie is tot stand gekomen na analyse van getuigenverklaringen en ingesteld onderzoek. De beelden zijn opgenomen aan boord van de Stolt-Wien, het zusterschip van de Stolt-Rom. De 2 medewerkers van de inspectie Verkeer en Waterstaat simuleren de werkzaamheden van de schipper en de matroos. De Stolt-Rom ligt langs bakboordzijde aan de zeegaande chemicaliëntanker Montag. Boord-boordoverslag vindt plaats van de producten ethanol en ethylacetaat van de Stolt-Rom naar de Montag. Nadat de losprocedure is vastgesteld, is de Stolt-Rom begonnen met het lossen van ethanol uit ladingtank 2. Tijdens het lossen van ladingtank 2 wordt gestart met de losprocedure van ladingtank 5 gevuld met ethylacetaat. De losprocedure van ladingtank 5 wordt door de monsternemer gestopt om een kwaliteitsmonster te nemen van het ethylacetaat op het zeeschip de Montag. Het lossingsproces van ladingtank 2 wordt niet onderbroken. Vervolgens wordt gestart met het lossen van ethanol uit ladingtank 4. Dit wordt samen met het ethanol uit ladingtank 2 door 1 leiding verpompt naar de Montag. De pomp van ladingtank 2 is een hydraulische diepwelpomp met een lengte van circa 4,5 meter. Door middel van hydraulische druk roteert de as in de behuizing van de pomp en wordt product vanuit de ladingtank in het leidingwerk van het schip gepompt. De dekdoorvoer zorgt voor een gasdichte afdichting tussen de ladingtank en de buitenlucht. Deze dekdoorvoer bestaat uit 2 afdichtingen waarin keramische ringen draaien. Om voor een goede smering tussen de keramische ringen te zorgen, wordt barrièrevloeistof toegevoerd. De vloeistof is een glycolmengsel die loopt vanuit een reservoir naar de dekdoorvoer. Ladingtank 2 bestaat uit een bakboord en stuurboordtankdeel die onder de vloeistofspiegel met elkaar in open verbinding staan. Op het moment van het incident resteert nog 85% van de lading in de tank. Ladingtank 2 is voorzien van een snel afblaasventiel, welke gecombineerd is met een onderdrukventiel. Dit snel afblaasventiel is gepositioneerd op de gasverzamelleiding van ladingtank 2 en 4. Boven de vloeistof bevindt zich een explosief mengsel van lucht- en ethanoldamp. De zelfontbrandingstemperatuur van de lading is circa 400 graden. Uit forensisch onderzoek is vastgesteld dat het explosieve gasmengsel van tank 2 is ontstoken ter hoogte van de diepwelpomp. Uit destructief onderzoek is gebleken dat de temperatuur van de keramische ringen zonder smering is opgelopen tot tenminste 450 graden. Deze temperatuur is hoger dan de zelfontbrandingstemperatuur, wat geleid heeft tot ontsteking van het explosieve gasmengsel.
Dit heeft geresulteerd in een explosieve verbranding, ook wel deflagratie genoemd. Deze deflagratie is begonnen bij de pomp en heeft zich in de ladingtank richting het kopschot aan stuurboordzijde voortgezet. Bij de deflagratie vrijkomende verbrandingsgassen zorgen voor een gelijkmatige drukopbouw in de ladingtank. Op het zwakste punt van de ladingtank bezwijkt het middellangschot. Door de ontstane opening zet de deflagratie zich voort aan bakboordzijde. Als gevolg van de snellere drukopbouw bolt de dekconstructie op en deze bezwijkt ter hoogte van het trunkhoofd. Het traject van ontsteking tot en met de explosie heeft plaatsgevonden in enkele seconden. Возле коровца. Возле коровца. Автомобилы.